zeg maar, het hangt hier ook onder de paraplu van erotiek. En om nou een vissenkop tot de erotische kant van sport te rekenen? Dan... Ik weet niet. Als je deze gevoelige randen bekijkt van de kabeljauwkop, dan roept dat bij mij herinnering op aan de balzak en de fijne lijn die over de penis loopt. De naad. En qua kleur en sfeer, ja, word ik er ook opgewonden van. Dus er is wel degelijk een link te leggen met het thema erotiek, vertoond door de man. Ja, maar dat houden we tussen ons. Nu niet meer, nu hebben we het wereldkundig gemaakt.